Dames en heren, jongens, meisjes, wat gebeurt mij nou? Echt. Het voelt alsof ik 7 jaar terug in de tijd zijn. Ineens een appje. Yo, jongens, ik heb een nieuwe track gemaakt. Zeg, Matt. Het is een boxers district. Nou, dan weet je dan weer. Dat wordt echt helemaal kut. De vorige keer heb ik nog steeds last van. We zeiden namelijk dat ik echt een kinderpostuur had. Nou, in de tussentijd ben ik echt gegroeid. Nee, dat is niet helemaal gelukt de afgelopen 7 jaar. Maar er zijn wel heel veel andere mooie dingen gebeurd natuurlijk. Dus dat is allemaal helemaal fijn. Goed, Matty, Millie, Bankjes District. We hebben dus ingehaald met Bankjes. Dus shout-out aan jullie, dames en heren. Shout-out. Nu, als ik nou ook nog even Matty had, zou fantastisch zijn. Dus abonneer op mijn kanaal. Hey, dude. 4 minuut 10, ouwe. What the fuck? Oké, 4 minuut 10, ik ben benieuwd. Laten we gaan kijken. Oké. Okay. Ik merk een beetje spanning hebt wel, bro. Ik ben 25 inmiddels. Waar hebben we het over? Hey, dat is leuk. Dezelfde gozer, maar hij heeft nu directed, maar die heeft ook entourage geëdit. Misschien moet ik ook zeggen dat mensen de D-abonneer op wat. Nee, oh, hoor je dat? Oh, goed shot, zeg maar. Milo zei, deed abonneer op Matt, zei ik, nee, vind ik lullig. Dus ik heb Matt eigenlijk hierbij, als in, ik was hem, ik ben er niet van, hè. Dus, ik kwam voor hem op. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij mij gaat dissen. Deed abonneer op Matt. Deed abonneer op Matt. Oh, hij is al boos, man. Hij is echt heel boos. Matt, waarom ben je zo boos? Jezus, man. Jij zit ook gewoon met bankzitters, hè. Je hebt ook gewoon, straks een miljoen met bankzitters. Ik kom niet naar je feestje. Ik heb dingen te doen. Ik wil een Millie in mijn eentje. Oh. Niet met Robbie, Milo, Roelie of Koen. Ah bro, hoe is dat dan? Oh, wel lekker. Kom niet naar je feestje. Ah, oh, echt goed dab. Ik heb dingen te doen. Ah. Oh. Ik wil een Millie in mijn eentje. Yes. De vieren van die Millie mag je zonder me doen. Dit geeft mij een klein beetje hartpijn, eerlijk. Maar de flow is echt lekker, man. Heerlijk, man. Ik ga maar even één keer kort luisteren van de eerste verse. Feestje. Ah. Oh. Ik heb dingen te doen. Ah. Oh. Ik wil een Millie in mijn eentje. Niet met Robbie, Milo, Roelie. Maar joh, boe! Niet naar je feestje. Ah. Ik heb dingen te doen. Yes. Ik wil een Millie in mijn eentje. Ah. De vieren van die Millie mag je zonder me doen. Oh! Ik was 22 en ik woonde bij mijn ouders. Dat had gelukkig wel wat druk van mijn schouders. Dat is mijn bar. 22 jaar, je woonde bij mijn ouders. Had gelukkig wel wat druk van je schouders. Mooi, die tekst is van mij. Even Buma claimen. Ja. Dit is van mij. Dit is wel een slecht teken. Want ik ga er wel vanuit dat hij met mij gaat beginnen. Als hij dit de eerste bar is. Goeie bar trouwens. Echt zo goed dat hij hem gewoon 7 jaar later nog steeds gebruikt. Heerlijk. En jij me lachen, grappen, ik heb het onthouden. Ik vraag me af of het wel mag van haar ouders. Nick op bij die maakt je rijk, dat is een mak... Ah, ik weet niet precies waar je het over heeft. Maar goed, we gaan even verder luisteren. En jij me lachen, grappen, ik heb het onthouden. Ik vraag me af of het wel mag van haar ouders. Nick op bij die maakt je rijk, dat is een makkelijk doel. Wit hond, trouw, Feyenoord, die een Amsterdamse poes likt. Oh, man. Jezus, man. Even kalm aan, man. Die maakt je rijk, dat is een makkelijk... Nick op hij maakt me rijk. Onder Nick op hij zit er ook al warm bij, maak je geen zorgen. Maar ik snap je niet. Het doel, wit hond, trouw, Feyenoord, die een Amsterdamse poes likt. Nick op hij op Anne Fleur. Nu allebei een trui in dezelfde kleur. Bro, heeft hij nou mijn trui genakt? Nee, huh? Wat een brie. Wat een stoffige trui. Huh? Bro, ik dacht voor een seconde dat hij... Hij was laatst bij mijn thuis. Ik dacht echt dat hij mijn trui genakt, maar ik heb hem. Ik heb hem nog. Nick op hij op Anne Fleur. Nu allebei een trui in dezelfde kleur. Okay. Van Omroep Rijnmond naar AT5. Oh, en AT5, even normaal doen hoor. AT5, ik heb nooit wat gedaan met AT5, man. Van een meid met krullen naar een dame op hockey. Ja. Dat is een bijzondere rijm. Oké, van een dame met krullen naar een dame op hockey. Nou, voor mij mis je er ook alleen hier, dus maar maakt niet uit. Oké. Okay. Meid met krullen naar een dame op hockey. Je had een goede bos, haar was een goede guy. Maar als ik nu zo naar je kijk, ben je kaal en kokkie. Jim. Kaal en kokkie. Kaal en kokkie. Ja, leuk. Ik vind het echt een hele leuke bar. Je zegt toch. Voor de mensen die niet weten wat Kaal en Kokkie is, dat is een podcast van 2 Ajax-fans. Maar Kaal is dus wegens bij haar, denk ik. Wat raar is, want ik heb gewoon nog haar hoor. Sarah was een goede guy, maar als ik nu zo naar je kijk, ben je kaal en kokkie. Leuk. Jim Boy met een Joe in de Jude. Jim Boy, inderdaad. Mwah. Die pistolen. Ben je Kalashnikovs hier? En die chest. Die chest van mij, dat is niet normaal hoor. Van die juice over jou wordt heel Nederland moe. Goh. Heb ik ook last van, man? Die juice. Word ik ook moe van, man? Ik ben het niet met je eens. Nu ben je met modellen en ze vragen me hoe ze. Oh, shout out. Nou, jongen, man. Ik ga eens ook even opnieuw hoor. Als ik lekker, nu zo hoor. Naar je kijk, ben je kaal en kokkie. Ah. Jim Boy met een Joe in de juice. Van die juice over jou wordt heel Nederland moe. Nu ben je met modellen en ze vragen me hoe. Ze willen seks met die kale, want je haren zijn. Bro, die pruik, ouwe. Die pruik. Deze pruik. Die
gebruik, ouwe. Holy f***. Ben je met modellen en ze vragen me hoe? Ze willen seks met die kale, want je haren zijn loes. Die pruik, mensen. Even joesoe. En heeft de styling een rood-witte stok met... Ja, heeft de styling een rood-witte stok. Ja, leuk. Rood-witte stok zou ik wel zijn. Want ik wit ben en rood haar. Ja, leuk. Een retriever, je nieuwe fit gekocht. Het mag wat kosten... Een golden retriever? Het mag wat kosten van je top tot aan je voeten. Dus om dat te kunnen payen, koop dit supervies of niet naar je fit. Ja, maar... Mat, jij weet dat ik dit gewoon chap. Dit chap ik gewoon. Ja, kijk, als je uit eten gaat, is het wel lekkerder. Maar het is echt goed te kaan, hoor. Het mag wat kosten van je top tot aan je voeten. Dus om dat te kunnen payen, koop dit supervies of niet naar je feest. Oh, en Mat die griepje zet. Oh, ik weet dat hij dat in Bali zei. Hij moest eruit, omdat hij niet wil dat zijn familie het hoort. Maar nu gaat het voor zichzelf. Dat kan natuurlijk wel, hè, Mat? Dat kan natuurlijk wel. Hè? Beetje schuren. Ja, ik mag lijden dat het nu voorbij is. Nou, het is zeker niet voorbij, maar in ieder geval over mij. Poeh. Hij heeft wel, Ja. Nou goed, weet je, het gebeurt hier en daar. Leuk. Ik kom niet naar je feestje. Ah. Ik heb dingen te doen. Zo! Ho eens even. Dikke RS6. En die Amiri. Oh, die Amiri. Oh. Ik wil een milie in mijn eentje. De vieren van die milie mag je zonder me doen. Ah. Zeg me even eerlijk, hoe ken je een tokkie? Vaak aan een voornaam zoals Jamie of Robbie. Of ze... Bro. Bro, ouwe. Oh. Waarom doe je dit? Dit is echt niet aardig, ouwe. Oké, okay, nou goed. We rijden in een Audi met een passerig klokkie. Maar laat hem liever niet zien. Oeps, sorry. Of ze rijden in een Audi met een passerig klokkie. Maar laat hem liever niet zien. Oeps, sorry. Dit is zo waar, jongen. Hierop, je hebt zo'n klokkie. Ja, gewoon een mooi klokkie. Echt een mooi klokkie. Maar hij zegt van ja, ik heb liever niet dat mensen weten dat ik dat klokkie heb. Dan denk ik, nou, dat doe je hem ook niet aan. Opnames. Nou, bij opnames zit hij echt zo. En altijd zo en zo en zo en zo. We hebben zo'n Prime-serie hebben wij gemaakt. Die staat op Prime 4 online nu. B&B Bank zitten. En dan in aflevering 5, dan zie je hem ook echt constant zo zitten. Echt zo mooi. Maar hij zet Rob niet goed. Eerlijk. Hij zet Rob niet goed. Robbie van de Graaf is de koning van de snabbel. Kan je... Klopt, dat is wel waar. Kijk, ik ben er zelf ook niet vies van. Maar in deze video zit geen sponsor. Je dacht dat er nu een sponsor ging komen. Nee, er komt echt geen sponsor in deze video. Nee, echt niet. Maar wil je nou toch nog wat kopen? Dat kan via ikwildegoed.nl. Dat is onze website. Van Mat, Roel, Rob en ik. Ik weet niet of het na deze track nog steeds allemaal even gezellig is. Ben je op zoek naar giftcards? Onder andere de Tinder giftcard. Nu te koop via ikwildegoed.nl. Verras je vrienden of Tinder Gold. Goedkoper dan via de app. Dus koop het. Robbie van de Graaf is de koning van de snabbel. Kan je kledingkast delen met knabbel en babbel. Voor een klein beetje geld liggen principes te grabbel. Geef die jongen rare schoenen en hij zet weer een... Ah, maar dit is echt niet normaal. Maar die pata. Maar ook die pika van Rob. Op, hij lijkt echt 1 meter 10. Even joesoe. Oh, even zonnebril op voor de shine. En in de studie de principes te grabbel. Geef die jongen rare schoenen en hij zet weer een krabbel. Die pata's. Oh, wel goede sokken trouwens. Shout out de bank zit sokken. En in de studio zit jou veel dwars. Want elke nieuwe pokoe krijg je maar 2 bars. En de Spotify cijfers verbloemen de pijn. Met Roelie in de Ziggo delen jullie je mic. Oh. Jouw kanaal is als een slaappil nemen. Iemand hier een... Oh. Ik hoef je ook niet te lachen. Daar mogen ze lekker zelf op reageren op wat ze daarvan vinden. Oh, wel echt een bar hoor. Jouw kanaal is als een slaappil nemen. Iemand hier in Nederland kan jou ook ijs geven. Voor je kijkcijfers helemaal naar Noorwegen. Maar kan de views van Robbie niet eens bijbenen. Oh. Maar ja. Robbie maakt wel quality content. Dus daar kan het ook aan liggen. Kijk mensen, ik snap dat jullie zeggen van quality content, weet je, dit dat. Maar je vindt me op één plek quality content, dat zie je op het kanaal van Koen DP. Je ziet het maar weer, ik tover ook gewoon een zonnebrilletje voor jullie erbij. En weet je wat het fijne is mensen, als je denkt dat is het? Nee hoor. Een Zeppelin. Hij is wel een klein beetje stuk, maar ik heb hem wel. Hij gaat hard in man, op Rob en Roel. Als in, hij pakte mij flink, maar met name op de juice. Maar bij hun, niet per se op juice, gewoon op persoonlijke punten. Zoveel stories en reclame over creatine. Ja, dit is wel echt inderdaad ram irritant man. Ik heb zijn stories ook gemute. Het is logisch dat we jou om deze dingen memen. Eens, dat 100. Je bent 30 en je hebt een beetje bolle tieten. Maar die bolle tieten kunnen blijkbaar geld verdienen. Zoveel tijd die je in je eigen video steekt. Ach man, je doet geen fuck in een week. Wat je solo doet, dat noem ik het teamsport. En stoppen met die bullshit, want je haalt er geen views op. Oh. Ik kom niet naar je feestje. Ah. Ik heb dingen te doen. Ik wil een millie in mijn eentje. Niet met Robbie, Milo, Roelie of Koen. Ik kom niet naar je feestje. Ah. Ik heb dingen te doen. Ik heb dingen te doen. Ik wil een millie in mijn eentje. Ah. De vieren van die millie. Nou, kom Miel nog.
Ik kom Miel nog zien. Dikke buik, we zijn ook nieuw. Ah. Laat me even checken, die haarlijn, hallo. Volgens mij ben je kaal als je 30 bent of zo. Nou, dat gaat ik niet redden hoor, 30. Dat weet ik vrij zeker. Ik weet 100% zeker dat Miel de 30 niet gaat halen zonder kaal te zijn. Ik rond hem af op 25. Jij bent... Eens, 25. Ja. 25 is beter, ja. Het is nog 1 jaar. Jong en dik als Luke Littler. Milo fucken met die Gargamel look. Draag je ooit nog wel iets anders dan die stoffige broek? Die brakka. En Milo laat zich invriezen als hij overlijdt. Maar het gaat niet lukken, elke vriezer is te klein. Ik zie je dikken en genieten van de KFC. Oh. Je hebt die tieten van die suikers en die cafeïne. Een frikandel, Mexicaan, ook zie je watertanden. Je ziet je pik niet meer en dat is onhandig. Ik kom niet naar je feestje, ik heb dingen te doen. Niet mannen, maar dit shot man, even eerlijk. Dit shot man, even, dit ben ik toch niet mensen. Even Yuzu ouwe. Even Yuzu man. Dit ben ik toch niet, dit ben ik toch niet mensen. Dit ben ik. Bro, hij was onverwachts. Met name onverwachts, omdat ik niet verwacht had dat dit zou gebeuren. Hij heeft ooit wel gedropt van, joh, ik ga een district maken als jullie me inhalen. Maar ik had nooit verwacht eigenlijk dat hij het echt zou doen. En er was ook niks gezegd. Mat, wees gewoon blij dat we gewoon lekker midden gaan met bank zitten. Dat is wel veel leuker. Lekker met je matties, lekker met je vrienden. Dat wil je toch? Dat is toch gezellig? Hij denkt er blijkbaar anders over. Feit is dat er nu 4 van de 5 bankjes gedist zijn. Maar eentje nog niet. Kijk maar naar het verleden. Ik zou hetzelfde doen.